Dank u wel, meneer de voorzitter, commissaris, collega's. Mayeso Isaak, dat is de naam van het laatste slachtoffertje dat we kennen. Een onschuldig jongetje, 12 jaar, ontvoerd, verkocht, vermoord, waarschijnlijk omwille van zijn haar of zijn beenderen, omdat men bijgelooft dat dit magische krachten zou hebben. Dat is wat momenteel gebeurt. De laatste 9 maanden wordt Malawi opnieuw getroffen door een golf van gruweldaden tegen mensen met albinisme. Tenminste 2 vermoord rapporten van 7 die gediscrimineerd en vervolgd worden. Maar zoals de collega zei, weten we dat dat maar een topje van de ijsberg is. We hebben al rapporten gezien van 600 mensen die gediscrimineerd en vervolgd en gedood worden. Je moet weten, collega's, 1 op 20.000 mensen in Afrika worden getroffen door albinisme. En dus is het onze verdomde plicht om ook hun mensenrechten te beschermen. Het is niet omdat ze er anders uitzien dat ze mogen vermoord worden. Collega's, laten we niet de houding aannemen hier in dit Europese parlement. Het is ver weg van ons. Het gebeurt maar in Afrika. Nee, wij moeten zorgen